Goedemiddag beiden en welkom op Filmfestival. Ik zit hier zo lekker gezellig tussen jullie tweetjes. Mag ik eens iets vragen? Jullie zijn hier vandaag om jullie film Étang Noir voor te stellen. Het is de allereerste keer dat jullie je wagen aan een langere film. Hiervoor hebben jullie wel samen nog een kort film gemaakt. Hoe verloopt die samenwerking? Hoe zijn de rollen verdeeld? Of verloopt dat organisch? Als regisseurs doen wij alles samen. Dus van begin van het scenario schrijven tot de afwerking. Met het verschil dat Pieter heeft een filmopleiding gedaan. Dus die is technisch ook onderlegd en ik niet. Waardoor dat wij op set dan wel een beetje het werk moeten verdelen. Ja. Maar dat verloopt dus vrij organisch, maar elk met andere accenten in dat proces. Dat verhaal, hoe is dat tot stand gekomen? Want dat is wel een proces geweest, heb ik gehoord. Ja, absoluut. Het is in die zin heel eenvoudig, omdat we het verhaal als een soort van narratieve motor inzetten, die een verloop geeft en een parcours creëert voor de personages dat te volgen is, dat een bepaalde spanningsboog heeft, dat een begin en een einde heeft. Vanaf dat we vertrokken zijn daarmee, is dat iets meer dat zich bijna naar de achtergrond verlegt, waardoor dat we de focus kunnen leggen op de mensen, op kijken naar de mensen, op kijken naar die wereld of zo, waardoor dat we bewegen. Klopt het dat jullie met dat basisidee naar de wijk zijn getrokken en dat jullie ook hebben laten beïnvloeden door de mensen die daar wonen? Ja, wij hadden dus een heel eenvoudig scenario geschreven en dan door ontmoetingen te hebben in die wijk werd het eigenlijk een logisch gevolg om met die mensen, die bewoners van de wijk te werken als acteurs. Want die acteurs, die Cedric, die hebben jullie naar het schijnt, we hebben dat geleerd uit de Q&A gisteren, op café gevonden. Is dat de normale casting techniek van jullie? Ja, nee, het is niet echt dat we hem op café hadden gevonden, het was bij de koffie. In het midden van de wijk, dus rond het centrum, waar alle gebouwen gebouwd zijn, is er een wijkcentrum. Tijdens het koffiedrinken hadden wij Cedric, zijn wij aan de praat geraakt. En dan is hij een paar dagen later op casting gekomen en dan zijn we zo beginnen werken met hem. Je moet zeker de trailer eens bekijken. Jullie hebben daar prachtige seconden, hij is heel kort uitgenomen, waarin alles super duidelijk wordt. En hij heeft zo een natuurlijke souplesse. Dat is toch zalig om dat zomaar op straat te vinden. Dus jullie kunnen wel de mensen uitnemen. Het is een ongelooflijke chance geweest dat we hem hebben gevonden. Omdat we eigenlijk voor de andere personages hadden we iets minder een soort van vooropgesteld idee van hoe dat we de dingen zagen. En hebben we eigenlijk meer gewerkt met de mensen die we zijn tegengekomen. En dan van daaruit personages gecreëerd ofzo. Maar voor Jimmy, ons hoofdpersonage zelf, hadden we wel echt een heel vooropgesteld idee. En hadden we wel echt een heel specifiek ding van een soort van energie en een uitstraling en ook een fysicaliteit of zo. Ik ga jullie bij deze moeten laten, want jullie moeten nog naar de talkies in de krook. Doe dat daar ongelooflijk goed. Heb vooral heel veel plezier van alle vragen van Patrick en laat je niet doen door hem, hè. Oké? Salutjes.